Johan, ik mag wel zeggen, eigenlijk een beetje een opening van jullie kaboutertuin weer. Want ja, de kabouters die zijn een tijd lang weg geweest. Ja, dat klopt. Want afgelopen januari is mijn vader overleden. En die had de kabouters. Ja, toen heb ik hier eerst al opgeslagen in mijn loods. En toen later heb ik hier achter een heel grote achtertuin gemaakt. En daar staan ze nu. Maar hoe is het begonnen met die kabouters? Want ik begrijp dus, jouw vader is daar dus mee begonnen. Ja, een aantal jaren geleden heeft ze een cadeautje gekregen van mijn tante. Een klein kaboutertje. En zodoende is het van klein naar groot gegaan. En wat hier staat, dat zijn de grootste. Hoeveel kabouters hebben jullie wel niet? Wij hebben er nu staan dikke 200. Hoe komen jullie in al die kabouters? Nou, rommelmarkten, verjaardagen, vaderdagen, al die feestdagen, dan krijg je een kabouter. We staan bij de voortuin. En welke kabouter vind jij het mooist? Welke ik het mooiste vind? Die zeven dwergen en die twee brandweermannen hier. Die vind ik het mooiste. Nou, het zijn eigenlijk acht dwergen. Was er een extra die ik ook bij gekocht toen. Johan, maar jullie hebben wel bekijks met deze tuin. Ja, dat klopt. Schoolkinderen, ouders met oma's, met kleinkinderen, iedereen komt hier langs. Johan, jullie hebben achter huis ook nog heel veel kabouters. Ja, dat klopt. Ik heb het vorig jaar dit laten bouwen door een bouwbedrijf. En toen wat onderzoek heb ik allemaal gedaan. Is het nou ook zo dat als je 's avonds naar bed gaat, je tegen al die kabouters in gedag zegt? Ja, kijk, want boven mijn. Als ik uit mijn raam kijk, boven mijn, dan kijk ik hierop en dan is alles verlicht. En binnen kan allemaal verlicht. Oh, dan is het helemaal een mooi gezicht hier. Ja, dat klopt, ja. Ik zie ook hier paars hoekjes, daar ga ik kijken. Ja, is goed. Paars hoekje heeft een speciale betekenis. Ja, dit hoekje, dus, hier stond eerder een oude huis, die hebben we afgebroken en hebben we dit laten maken. En dan hebben we hier kabouters. Nou, dan is de kabouters zijn voor mijn pa, zeg maar. En daarom hebben we dit paas hoekjes genoemd. Kabouters waren echt jouw paas passie? Ja, echt. Ja, dit is echt zo, ja. Dus, en ik dacht, ik moest er wat mee doen, maar ik wist dan niet wat. En toen kwam dit op ons weg. Nou, toen zei nou, maken wij dit zo. Jouw vader is trots op je? Ja, dat denken wij, ja. Ja, zeker. Dat ben ik zelf ook, hoe het gekomen is, hoe het eruit zit. Alles in ere houden van papa.